Tussen Rijn en Wierken. Een talkshow over lokale onderwerpen die ook u raken. Uw gastheer Henry Stoldijk. Dag, u kijkt weer naar een nieuwe aflevering van Tussen Rijn en Wierken. Aan tafel zit Jan Stoldijk. Inderdaad, een naamgenoot, maar geen familie, voor zover ik weet. We zijn altijd familie van elkaar, denk ik. Maar als we heel ver teruggaan. Ja. Ja, weet u er meer van? Zijn we de Reeuwijkse tak is familie van de Bodegraafse tak. Okay. Wij toevallig in de wachtkamer net zitten praten met Vincent, met je broer. Met mijn broer, in de verte komen we bij elkaar, Oké, en de verte is ergens in de 17e eeuw of zo? 16e eeuw, denk ik. Kijk, dat zie je niet meer. Nee. Dus, maar leuk dat u er bent. Veel mensen kennen u vooral als de fietsmaker. Op zichzelf weet ik dat ook. Mijn dochter heet Judith. En ooit kochten we bij u een fiets, was ze klein. En er stond op J. Stoldijk fietsenmaker. En zij dacht dat het speciaal voor haar was. Maar zo was het niet, hè? Haar eigen naam achter op de fiets. Dat gebeurt niet vaak. Dat moet je toch een Stoldijk zijn. Ja. Maar u bent geen fietsenmaker meer, hè? Nee, 10 jaar niet meer. Sinds 2003 ben ik gestopt met fietsen. Ja, en dat was omdat u andere dingen leuker vond? Ik had twee beroepen, twee hobby's. Want het leukste in het leven is om van je hobby je werk te mogen maken. Ja. En ik was bij mijn vader in de fietsenwinkel. En ik was ook sinds de jaren 70 van de vorige eeuw vrijwillig brandweerman. Ja. En die twee takken gingen elkaar een beetje in de weg zitten. Want het brandweer zijn vroeg meer tijd. Ja. En het thuisfront zei, wil je eens gaan kiezen? Want ik vind het wel leuk dat je bij de brandweer zit. Maar mijn vrouw, en de vrouw moet je naast je hebben. Ja. Die zei op een gegeven moment van, ik wil best bij je in de winkel staan. Maar niet als jij op de Rijksweg staat op vrijdagmiddag en ik sta hier fietsen te verkopen. Dus die keuze was heel moeilijk en die heb ik gemaakt in 2003. En toen heeft hij gezegd, ik stop met fietsen en ik ben naar de brandweer gegaan. Ja. En dat is hoeveel jaar geweest? Dat is een 40 jaar in totaal. Bij de vrijwillige brandweer. Bij de vrijwillige brandweer. En waarvan de laatste 10 jaar als beroeps. Ja. En inmiddels bent u geen beroeps meer. Nee, inmiddels ben ik bij de brandweer weggesaneerd, om het heel mooi te zeggen. Dat klinkt zo kil. Ja, het was ook heel kil. Ja? Ja. Ik ga er niet echt uitgebreid over praten. We gaan het er niet over, want ik zie iets wat ik niet wil zien. Nee, precies. U bent geen brandweer meer, maar u heeft een mooie nieuwe uitdaging gevonden. Ja, ik heb nog meer hobby's in mijn leven. En een van die hobby's, naast alle techniek, was computers. En ik mocht op het gemeentehuis bij de ICT-afdeling komen werken. Kijk. En dat is ontzettend leuk. Dat gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk. Ja, nu Bodegraven. En daar valt veel te sleutelen. Ja, daar hebben we 300. Ik ben weer met klanten bezig. En dat zit toch in het bloed. Mensen helpen. En dat deed ik met banden plakken. En dat deed ik bij de brandweer. En dat mag ik nu op het gemeentehuis weer doen. Het is op zichzelf wel grappig. Van fietsen maken naar brandweer naar ICT'er. Dat is een mooie loopbaan, zou je mogen zeggen. Ja. Ja. En nog leren na je 50ste, dat is helemaal leuk. Nou, dat is mooi. Maar we zitten hier niet om over de gemeente te praten, hoewel er veel over te zeggen valt. We hebben u vooral gevraagd omdat u eigenlijk best een geinige hobby heeft. En die komt ook weer, ook dat zit al lang in uw leven, geloof ik. Hè? Een hobby. Nog een hobby, u bent een man van vele kanten. Maar uw voormalige fietswinkel, mag ik dat zo zeggen, is nu een bioscoop. Zeg ik het zo goed? Is het woord het goede woord? Bioscoop? Metamorfose omgebouwd. Een kleine bioscoop. Er staan een woordkunstenaar nog. Ja, er staan maar 30 stoeltjes in. Maar ik vind het leuk om in een knusse omgeving voor een groepje mensen, voor een groep mensen, om daar film te draaien. En waar komt die hobby vandaan? Is dat ook iets wat al heel lang een rol speelt in uw leven? Ja, toen ik in de fietsenwinkel stond en als ondernemer met alles bezig was, mocht ik ook helpen in de bioscoop van Bodegraven. Ja, over hoe lang geleden praten we dan, meneer Stoldijk? Dan praten we over de jaren 60. En toen had Bodegraven nog een eigen bioscoop. Ja, zijn eigen bioscoop, tot de jaren 80 van de vorige eeuw. En dat was tegenover de boekhandel van Kasser in het hotelrestaurant van Haafden. En dit was verdwenen. Ja, daar zit nu een schoenwinkel in. Ja. En als je omhoog kijkt, zie je nog het oude plafond erin zitten. Ik heb bijna een neiging om te kijken, maar ik kan me niet voorstellen. Ik heb dat nooit gedaan. Ik ben er een keer foto's wezen maken. En toen zei je, mevrouw, u komt toch geen foto's maken, bedrijfsspionage voor de schoen? Ik zei, nee, ik heb hier gewerkt als operateur. Dan valt er veel te spioneren in. Ja, de Van, klop. Ja. Maar goed, nee, daar was de bioscoop. En daar ben ik als 12-jarig jongetje gaan helpen, want dat vond ik leuk, film draaien. Ja. Ik mocht boven in de cabine komen. En ik denk dat het voor een heleboel mensen een verrassing is als ik vertel dat ik dat operateursvak geleerd heb van de gebroeders Kraan. Ja. Dat is Ben Kraan, de architect. Ja. En zijn broer Peter Kraan, de aannemer. Ja. En de man achter het Fort Wierikershans. Ja. Nog meer bekend nu. Ja, precies. Ja. En Ben, die waren daar ook operator. Die draaiden daar filmoperateur. En via de school en kom eens helpen. En ik mocht eerst kaartjes scheuren en toen mocht ik naar boven. En nou, dat was fantastisch. Daar stonden
levensgrote projectoren, waarvan er nu één in de winkel staat. Daar komen we vast op. Daar komen we straks op terug. Maar die hobby heeft u toen... Ja, het was een betaalde hobby dan, want ik kreeg als schooljongen waarschijnlijk een patiënten. Je kreeg er een paar gulden voor, inderdaad. Van de man, de uitbuiter, zoals het heette, meneer Heemskerk. Uitbuiter en ik vond het gewoon leuk. Toevallig. Nee, ik vond het gewoon leuk om te doen. Hij was de eigenaar, had meerdere bioscopen waar ik ook later gedraaid heb. In Woerden, in Schoonhoven, in Gouda. Okay. En ik ben in Bodegraven begonnen met draaien van films. En dat is opgehouden toen de bioscoop in Bodegraven ophield, of...? Nee, dat is opgehouden omdat datzelfde thuisfront in de jaren 80 zei van ga nu eens kiezen. We hebben nu kinderen, ben je nu een keer thuis? Want ik was dus overdag in de fietsenwinkel en in het weekend in de bioscoop. Ja. Ik had wel kinderen, ik was wel thuis. Maar moet af en toe thuis geweest zijn. Ja, precies. Maar toen zei uw echtgenote, joh, Jan, wees eens een beetje meer gezellig. Maak eens een keuze. We hebben nu kindjes, kleine kindjes. Ben je nou, kom nog eens thuis. En nou, toen ging het ook slecht in de bioscopen. De dorpsbioscopen gingen dicht in de jaren 80 van de vorige eeuw. Ja. Dus dat was een toevallige samenloop. Mijn baas zei wel van kom er naar Woerden en kom er naar Schoonhoven. Maar nee, ik heb er toen een punt achter gezet. En het leuke daarvan is dat ik de spullen mee mocht nemen naar huis die hier stonden. Nu komen we op, u heeft, naar ik heb begrepen, een indrukwekkende oude filmprojector. Heet dat zo? Ja. Is dat een goede benaming? Een filmproject. En hoe indrukwekkend is dat ding dan? Dat is indrukwekkend, omdat als je in de bioscoop zit, en dat is nu over met al deze moderne techniek. Het is nu allemaal op een tablet, hè? Data en digitaal. Maar het echte, als je in de bioscoop zat, het ratelen wat je boven achter je hoorde. De machines, en het zijn ook machines. Ja. Ze zijn menshoog. En daar staan grote spoelen op. En het is de 35 mm film, de brede film, die eigenlijk tot in de afgelopen jaren nog gebruikt is. Ja, maar u had dat ding al waarschijnlijk? Dat heeft u toen al... Ik mocht hem meenemen van mijn baas naar huis. En zelf altijd films opgedraaid ook? En het, was bij u een verjaardag dat iedereen moest gaan zitten en de film moest kijken? Nee. Het heeft eerst, terwijl ik in mijn fietsenwinkel heel druk bezig was met carrière maken, heeft het opgeslagen gestaan op de zolder. Ja. Uit elkaar gehaald, het apparaat. En de leuke bijkomstigheid is dat ik zo'n 300 journaals mee mocht nemen van mijn baas. Die moesten eigenlijk terug naar Polygoon, naar Philip Bloemendaal, de bekende. Prachtige stem. Met die stem. En dat is op zolder opgeslagen, 10, 20 jaar. En toen ik dus bij de brandweer kwam en niet zo druk meer met mijn werk bezig was, had ik één taak. En de kantoortaak erbij, de preventie. Kreeg ik meer tijd voor die hobby. Toen ben ik dat weer van de zolder af gaan halen. En ja, het bewegende beeld, en dat trok me weer. Ja. Ja. Ja, en toen, dan aanvankelijk had u een winkel verhuurd, maar die meneer is naar een andere locatie gegaan, Jan Willem. Ja. En toen kwam het vrij. En toen dacht u, dit is mijn kans. Toen is er nog eventjes, ik denk nu even verhuren weer, kijken hoe dat gaat. Jan Willem eruit, nou het is er met alle respect een groenteman ingekomen. Heeft niet lang geduurd. Dat is niet gelukt helaas. Nee. En toen dacht ik, dat moet ik niet meer doen, dat verhuren, want dat komt er een hoop tijd en geld. Schiet niet op. Moeilijkheden aan alle toestanden. Nee. Dus ik denk, slechte tijd om te verkopen het pand. Slechte tijd om voor alles. En zonder dat het leeg staat. Ja. En nou, dan kriebelt het ondernemen. Ik ga zelf wat doen. Ja. Ik ga die projecten van thuis daarin zetten. Ik maak een verhoging. Een tribunetje. En ik, allemaal zelf niet, gemaakt. En, schilderen, hobbyen. Ja, leuk. Zelf getimmerd in elkaar gezet. En de wandjes geschilderd. Ja. Niet echt de bioscoopstoeltjes, maar heerlijke lekkere stoeltjes. En uw vrouw vond het leuk, want u was in ieder geval thuis. Toch? Ja, de winkel staat naast het huis, toch? We wonen ernaast, ja. Ik heb waar de werkbank stond met de sleutels, heb ik een leuk keukenblokje neergezet. Dus ik kan de mensen een kopje koffie geven in de pauze. En er staan stoeltjes. Weet u, zoals u het zegt, klinkt het allemaal zo logisch en makkelijk. Maar dat is het natuurlijk niet. Nee. Hoe lang bent u bezig geweest? Ik ben er een half jaar mee bezig geweest. Gewoon echt zelf gedaan, misschien broers of zussen? Nee, gewoon zelf. Een beetje leuk schilderen, leuk. Met je handen bezig zijn is gewoon heerlijk om te doen. Ja. En toen dacht ik met de najaarsmarkt, ik hou open huis. Dat heb ik dankbaar gebruik gemaakt. Dat was de afgelopen najaarsmarkt. Dus zeg maar in september. Ja, 15 september. Precies. Ja. Heb ik 2 dagen lang, de lichtkrant zat nog op de luifel. Daar opgezet van tijdens de najaarsmarkt open huis. En daar hebben we de film van het Groene Hart vertoond. Ontzettend mooie film. Ja, dat geloof ik. Zoals u het zegt, zou ik hem ook willen zien. En dat gaat een keer gebeuren. Maar u begint een bioscoop. Wat is uw doel dan? Het doel is om mensen een gezellige avond te bezorgen. Ja, 30 bezoekers per keer. Ja. Vroeger werden in dat soort bioscoopjes aparte films vertoond, maar dat is niet uw bedoeling.
tijdens het verven en het schilderen kwamen er hele aardige mensen voorbij wandelen. Want dat heb je in zo'n dorp. Wat wordt dit? Kijk maar om de hoek. Wat ga je doen? Ga je ook cultfilms draaien? Nou, dat noem ik met hele, een beetje onaardig noem ik dat grijze wollen sokkenfilms. Ja. Maar ook die kan ik draaien. Ja. Ik heb de kunst om dus het oud en het nieuw met elkaar te vereenzelvigen. Dus de oude apparatuur met de journaaltjes. En ik heb een beamer opgehangen en een digitale kast. Dus je kunt ook moderne films tonen? Alles, en alles staat tegenwoordig op YouTube en alles is te downloaden. Ja. De enige moeilijke bijkomstigheid zijn de rechten en de vergunningen. Maar als je niks zegt, dan hoef je ook niet te betalen. Is dat, of is dat niet helemaal handig? Nee, dat is niet netjes. Nee. Ik heb netjes naar het Evertshuis, want dat is natuurlijk waar. Daar worden in Bodegraven eens in de maand films gedraaid. Ja. En daar zit je, vind ik persoonlijk, een beetje verloren in de grote zaal. Met alle respect. Ik hoop voor het Evertshuis dat er 400 mensen of 300 mensen zitten. Op dit moment is dat natuurlijk in het Antonius College. Ja, daar is weer wat intiemer. Precies, dat is ook weer leuk en knus. En dat kan dus in, nou, ik wil dus voor die 30 mensen leuk klein. Ik zei ook tegen het Evertshuis, hoe ga ik dat doen? Nou, dan kan je gewoon net als de Buma en de Stemra rechten, kun je op het internet zoeken waar je voor films netjes iets af kan dragen. Dus per bezoeker ga je een bepaald bedrag afdragen en dan mag je film dragen. Ja, en dan gaat per bezoeker ook een bedrag vragen. Ja. En wat voor soort films gaat u draaien dan? Alles wat men maar wil. Ik ben in de proefperiode nu bezig geweest. Ik heb een kinderpartijtje gehad. Ik heb wat grote mensen die een familiefeest willen vieren. En dat zijn 20, 30 mensen. En wat doe je dan met een familiefeest in een bioscoop? Draai je allemaal oude familiefilms of zo? Nou, dat zou kunnen. Maar de mensen die in de najaarsmarkt binnenkwamen lopen tijdens de najaarsmarkt, die zeiden, oh, wat mooie film. Nou, die Groene Hartfilm zit hele mooie klassieke muziek bij. Ja. En zei, nou, dat willen we zien. Want onze familie, we hebben familiedag, komt uit links, rechts, boven, onder van Bodegraven. We laten hier de omgeving zien. Ja. En een ander zegt van, heb je een leuke oude James Bond film? Of heb je een film uit de jaren 70? Ik heb ook een aantal oude films overgehouden die echt op het celluloid staan dus. Ja, en dat zijn films die je verder niet meer zoveel zal zien? Niet meer in de bioscopen, nee. Inderdaad. Die zijn uitgedraaid zoals het heet, maar wel erg leuk om te zien. Ja, doet het voor jezelf ook wel eens een avondje in de bioscoop zitten? Ik ga zelf haast nooit naar de bioscoop. Nee. Ik deed het al in mijn eigen huis met ons zwemclubje. We hebben een zwemclubje met 7 zwemvrienden. Ja. Maal 2 is 14. En dat doen we elke maand al in de woonkamer. Dan heb je gewoon een filmavond. En dan draaien we een leuke film. Ja. En nu in uw winkel, of bioscoop moet ik zeggen. Is dat ook de naam die u zelf gebruikt? Mijn huisbioscoop? Of ik heb, heel grappig, ik heb gebeld naar de oude eigenaar van de bioscoop van Bodegraven. Dat was de Nova bioscoop. Ja. Nova, nieuw. Ja. En zijn vrouw leeft nog. Ik zeg, is die naam beschermd? Is er wat mee? Nee hoor, veel plezier. Dus het heet Nova Bioscoop. Ja, en dat is voor Bodegravers van toen nog wel een herinnering. Ja, ik heb wat oude krantenknipsels op de ramen gedaan, hoe het toen was. En het is aanstaande 24 oktober. Dat is eraan wanneer dit uitgezonden wordt. Zomaar dat dit al uitgezonden is dan. Maar dat is dus het laatste weekend van deze maand is het precies 66 jaar geleden dat de Nova Bioscoop opende. Okay. Oktober 1947 was dat. 47. Dat is een hele tijd geleden. Ja. Met een hele mooie oude film van Ingrid Bergman. Nou, de mensen die kunnen googlen, dat staat dus zomaar op YouTube. Ingrid Bergman is ook best wel bekend. Ingrid Bergman, mooi. Ja. Muziekfilm. Ja. Precies. Maar alles is op internet te krijgen, alles is te downloaden. En natuurlijk hebben we allemaal thuis al hele grote schermen. Maar ik vind het, de intimiteit van zo'n bioscoop. Het leuke van een bioscoop, licht uit, popcorn. In het donker. Kan, popcorn, een kopje koffie. Alles regelen. Ja. En hoeveel keer wilt u die voorstellingen gaan doen? Ik denk eraan om gewoon, naast het gewone werk wat ik nog steeds heb, gelukkig. Bij de gemeente moet hard gewerkt worden. Er wordt gewerkt worden, ja. Oef. Maar om dan samen, er wordt hard gewerkt. Ja, dat zeg ik toch? Oh, ik hoor een beetje. Nee. Dat hoor je zelf, dat wil je horen. Oh, dat wil ik horen. Ja. De luisteraar luistert en de spreker praat. Zo is het. Maar dat moet ik dan nog even kwijt. Sinds ik uit het zakenleven kom, er wordt gewerkt bij de gemeente. Ja, maar de vraag was, bioscoop daarnaast, naast het werk. Ja, in de weekenden, ik denk 1 of 2 keer per week, op de vrijdagavond, op de zaterdagavond, op de zaterdagmiddag. Ja. Ik heb de laatste zaterdag van deze maand, voor alle kinderen in de buurt, begin ik met een Walt Disney film, Jungle Book. Nou, dat is een film die ik zelf in 1967 gedraaid heb. Ja. Nu weliswaar met de Nederlandse stemmen erbij van Koen Flink. Leuk. Welkom. Nostalgie. Ja. Ik denk dat het een mooi initiatief is. Het maakt ons dorp weer een beetje leuker, dit soort dingen. En dat moeten we met elkaar blijven doen. Precies. Veel succes, meneer Stolwijk. Dank je wel. U bedankt voor het kijken. En wij zijn volgende week weer terug met een nieuwe aflevering van Tussen Rijn en Wierike. Tot ziens. Wie zijn er de volgende keer te gast in Tussen Rijn en Wierike? Neemt u de uitnodiging aan en zit u binnenkort bij ons aan tafel? U ziet het allemaal in een volgende aflevering van Tussen Rijn en Wierike bij TV Bodegraven.